Goedemiddag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We zien op de satellietfoto nog wolkenvelden boven de Noordzee liggen. Vanochtend waren die ook boven het land aanwezig. Inmiddels is het toch wel behoorlijk zonnig geworden op veel plaatsen. Ook vanavond blijft het nog wel wisselend bewolkt. In de nacht komt er in het westen en noorden alweer opnieuw bewolking binnenzetten. In het oosten zijn er dan nog opklaringen. Het koelt af naar 7 graden in het westen en 4 graden in het oosten. De wind draait naar de zuidwestelijke richting en is zwak of matig. Morgen overdag wordt die matig en een zee vrij krachtig. Verder hebben we dan veel bewolking en dat trekt een zwakke storing met wat regen over het land. In de loop van de middag wordt het weer droog en komt er nog wat zon. Tot 12 tot 15 graden. Zondag, maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer. Op de zondag en dinsdag vallen er vooral buien met tussendoor ook zon. Op de maandag is het veelal bewolkt en trekt er een regengebied over het land. De middagtemperatuur ligt rond de 14 graden en vooral op de maandag en dinsdag waait er een stevige zuidwestenwind. Ik ben Ben Dankamp van weerplaza.nl.